Hoe zien lokale politieke partijen de toekomst? En kunnen ze elkaar daarin vinden? Vanuit jouw gemeente is dit Rijnmond Kiest met Olivier de Neve. Live vanuit Dordrecht. Goedenavond en welkom bij Rijnmond Kiest. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij begint de verkiezingskoorts toch aardig op te lopen. Nog iets meer dan 2 weken. En dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, daarom organiseren we bij Rijnmond Kiest elke maandag tot en met donderdagavond een debat om je een handje te helpen bij je keuze daarvoor. En vandaag zijn we aangekomen in Dordrecht. Met bijna 120.000 inwoners is het na Rotterdam de grootste gemeente van zuidelijk Zuid-Holland. En wat voor een gemeente is het, hè? Nou, dat zeg ik niet overal, dat zeg ik er eerlijk bij. Dit is echt een grote gemeente. En Dordrecht is namelijk bijvoorbeeld een historische binnenstad. De Biesbos ligt vlak om de hoek. En de stad is omgeven door maar liefst 3 rivieren en 3 snelwegen. Dus een knooppunt voor handel, voor verkeer en voor toerisme. Je kunt het debat trouwens niet alleen beluisteren via Radio Rijnmond en via RTV Dordrecht. Maar je kunt het ook live streamen. Dan kun je naar rijnmond.nl/rijnmondkiest gaan of via de kanalen van RTV Dordrecht. Dan zie je ook nog eens wat we erbij doen. Hè. Dat is toch wel leuk. En over het laatste gesproken, over RTV Dordrecht. Naast mij eigenlijk collega van Rijnmond vandaag in een iets andere rol, ja. Want jij werkt ook voor RTV Dordrecht, ja. Thijs Blom. Ja, alleen bij RTV Dordrecht ben ik vrijwilliger, dus ik sta hier nu gratis. Jij krijgt betaald en ik moet het, Het salaris gaat naar mij toe, dat is nou goed om te weten. Ja. Voelt toch nog net wat lekkerder, Thijs, dankjewel. Ja, ik kan me er alles weer voorstellen. Fijn dat je er bent. Wat heb jij met Dordrecht? Alles. Ik ben hier geboren, 10 jaar in Rotterdam-Zuid opgegroeid, daarna teruggekeerd. En eigenlijk toen pas een echte Dordtenaar geworden. Zo voel ik me ook. Ik vind het geweldig. Ik woon in de Stadspolders. Aan de ene kant de Biesbos, zei je in je leiding al. Aan de andere kant de prachtige binnenstad, die hopelijk weer volop gaat bruisen met festivals. Nee, ik ga hier nooit meer weg. Mooiste stad van Nederland. Absoluut. Oké. Nou, in die mooiste stad van Nederland is er ook gewoon een gemeenteraad. Er zitten krachtsverhoudingen in die gemeenteraad. De oppositie, coalitie, de grote partijen, kleine partijen. Kun je een beetje een beeld schetsen van hoe het in de afgelopen periode is gegaan? 12 jaar lang is Beter Verdoord tot de grootste partij. Inmiddels een van de kleinste, want de fractieleider zit nog eens eentje. Dus 7 fractieleden zijn weggelopen. Er is al ruzie in de partij geweest. Heel veel. De VVD zit nu wel op het vinkentouw om de rol van de grootste over te nemen. Want Beter Verdoord moet maar waar zien te maken. Het boegbeeld Sleking hebben ze ook al verloren. Piet Sleking is met pensioen. Dus VVD heeft tot nu toe samen met de Christelijke Partij en Beter Verdoord het college gevormd de laatste 8 jaar. De vraag is natuurlijk, hoe gaat het nu worden? D66, de grootste oppositiepartij, die gaat de macht niet overnemen. Ook ruzie intern. En wel zoveel ruzie dat die niet eens meedoen aan de verkiezingen. Dus hebben we wel 16 partijen, is nog nooit eerder gebeurd. 5 ervan lokaal. Ja, is echt ontzettend veel. Nou ja, laten we het positief oppakken. Er valt iets te kiezen. Zeker, dus er valt genoeg te kiezen. Over die coalitie gesproken trouwens. Jij zei het net al, bestaan uit BVD, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP. Die beloofde tijdens de vorige verkiezingen 4.000 nieuwe woningen en 4.000 nieuwe banen. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, die 4.000 banen, dat is wel gelukt, die nieuwe banen. De 4.000 woningen niet. Er zijn ze net bij de 3.000 blijven steken. Zit wel heel veel in de pijplijn, dus komt wel goed. Maar de woningnood gaan we ook in Dordrecht niet zo snel oplossen, hoor. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben, over die woningnood. Vandaag gaan we een kwartiertje langer door dan je van ons gewend bent, dus tot 7:15. Want er staan maar liefst 16 partijen, Thijs zei het al, klaar om met elkaar in debat te gaan. De lijsttrekkers die mogen zichzelf nu even aan je voorstellen. Wij noemen de partijnaam en de lijsttrekker die noemt vervolgens zijn of haar naam en het belangrijkste standpunt van de partij. En we beginnen met de VVD. Mijn naam is Maarten Burghaaf, lijsttrekker van de Dordtse VVD. Lijsttrekker van een stabiel team van 44 kandidaat raadsleden. En de Dordtse VVD gaat aan de slag om onze stad nog gezelliger en veiliger te maken. En om duizenden extra betaalbare woningen te bouwen. En om natuurlijk het groen op ons eiland te beschermen en verder te verbeteren, ook in onze wijken. Nou, vindt u dat nou ook allemaal heel erg belangrijk? Stem dan de Dordtse VVD. Dank u wel. Dan roepen we het CDA naar voren. Mijn naam is Peter Eikoop. Ik ben lijsttrekker voor het CDA en ook al 6 jaar wethouder voor die partij. Wij vinden het belangrijk dat we in een stad leven waarin iedereen mee kan doen. En daar heb ik de afgelopen jaren ook werk van gemaakt. Met de Dordpas, een nieuwe hogeschool en een succesvol armoedeprogramma. Maar we zijn nog lang niet klaar en ik wil graag mijn karwei afmaken. Met u samen. Dank u wel, het karwei afmaken. Dan gaan we naar GroenLinks. Ja, ik ben Chris van Menschop, een lijsttrekker voor GroenLinks, voor de eerste keer. En GroenLinks wil een rechtvaardig en duurzaam Dordrecht met betaalbare woningen voor iedereen. Bestaanszekerheid voor onze inwoners en een energietransitie die wat sneller moet. En een stad waar iedereen mee kan doen. Dus stem dan op GroenLinks als je het daarmee eens bent. Juist. Als je het er niet mee eens bent, dan heb je nog 15 anderen. Waaronder de ChristenUnie SGP.
Ja, mijn naam is Rick van der Linden. Ik ben lijsttrekker en wethouder in deze mooie stad. Nou, het gaat heel goed met Dordrecht in heel veel opzichten. Betere bereikbaarheid, meer banen, meer woningen. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Als het gaat om nieuwe woningen, als het gaat om sociaal beleid, als het gaat om duurzaamheid. En wij hebben oog voor elkaar en hart voor de stad. Dus kies ChristenUnie en SGP. Dank u wel. Dan is het tijd voor de PVV. Ik ben Den van Leeuwen, lijsttrekker van de PVV. Dordrecht moet een sociale en veilige stad zijn. En wat betreft veiligheid vinden we ook dat preventief fouilleren daarbij hoort. Stem lijst 6 op 16 maart PVV. Dank u wel. Of stem op iets anders, bijvoorbeeld de SP. Ik ben Ronald Patier, lijsttrekker van de SP. Al jaren zet ik mij in de gemeenteraad informeren betaalbare woningen. Wij willen dat er voor iedereen een betaalbare huis is in een schoon en veilig Dordrecht. En daarvoor zetten we ons in. Dank u. Dank. En dan van de ene rode partij naar de andere, de PvdA. Hi, mijn naam is Wout van der Spoel, PvdA. En wij gaan voor betaalbaar wonen, maar dan ook echt betaalbaar wonen. In plaats van al die luchtkastelen die worden verkocht door andere partijen. En de reden daarvoor is omdat het gewoon echt anders moet. En samen kunnen we dat, Thijs. Nou, ik help het je mee helpen. Wij roepen naar voren, gewoon Dordt. Dankjewel. Ik ben Irene Koenen. En wij zijn met Gewoon Dordt al 4 jaar op een duidelijke en eerlijke manier politiek aan het bedrijven. En wij willen dat alleen graag met meer mensen doen. Dus vandaar dat het handig is om meer stemmen te krijgen natuurlijk. Dus wil je voor een beetje een menselijk liberaal geluid en een eerlijke boodschap, stem dan op ons. Dank u wel. Dan gaan we naar Denk. Maasum Kolkelis, Denk. Ik ben de lijsttrekker daarvan. Wij doen voor het eerst mee in Dordrecht. Armoedebestrijding is een topprioriteit voor ons. Stem op 14, 15 en 16 maart, Denk. En dan roepen we de partij naar voren met 5 letters die we simpelweg uitspreken als moed. Ik ben Ludie Nijhoff. Ik ben de lijsttrekker van Moed. Mooi, open, eerlijk, duurzaam Dordrecht. Ik ben een van de uitstappers van Beter voor Dordt. Ik was daar ook altijd het sociale gezicht. En laten we zeggen, ik vind dat ik ons karwei nog niet heb afgemaakt. Wij vinden dat we, laten we zeggen, de stem aan de burger moeten teruggeven. Wetgeving wordt over het algemeen niet uitgevoerd in Dordrecht. En dat willen wij de komende 4 jaar rechtzetten. Dank u wel. Moed met dubbel D. Dan naar FVD met 1 D. Hi, mijn naam is Ruby Pichel. Ik ben lijsttrekker van Forum voor Democratie in Dordrecht. Forum voor Democratie die zet zich heel graag in om meer te creëren voor alle Dordtenaren. Dank u wel. Dat is lekker kort en krachtig, hè? Dan gaan we naar Jezus Leeft. Goedenavond, fijn dat u kijkt. Mijn naam is Henry van den Burg van Jezus Leeft. Wij hebben een van de speerpunten is het samenvoegen van wonen, onderwijs en zorg, zodat het met elkaar eigenlijk goedkoper en efficiënter geregeld kan worden en daardoor ook goedkopere woningen aangeboden kunnen worden. Tegenprestatie is iets meedoen in de zorg of een leerwerktraject aangaan in de zorg. Daar gaan we voor. Dank. Dank. Dan VSP. Ja, mijn naam is Margaret Stolk, lijsttrekker voor de VSP Dordrecht. Wij zijn in principe een seniorenpartij, maar wij komen niet alleen op voor de senioren, maar voor alle Dordtenaren. En wat wij willen is een welzijnssamenleving dat alle Dordtenaren mee profiteren van de welvaart die er op dit moment is. Armoede zou in Dordrecht niet moeten plaatsvinden. Eenzaamheid, bestrijden van eenzaamheid. En betaalbare koopwoningen bouwen, zodat er ook een huis is voor iedere Dordtenaar. Dus als u dat ook vindt, stem dan VSP, lijst 8. Dank. En ook een partij die voor het eerst meedoet in Dordrecht is de Partij van de Dieren. Partij voor de Dieren. Voor de Dieren. En daar ben ik de lijsttrekker van, Pieter Groenewegen. Ja, de Partij voor de Dieren is een vrij unieke partij. Want bij ons staat niet de mens centraal, maar tellen de belangen van alle levende wezens mee. En dat zou bij de gemeente ook zo moeten zijn. Daar ga ik me voor inzetten. En als u dat ook vindt, stem Partij voor de Dieren. Dank. Dan op ons eiland. Hallo. Ik wil gebruik maken van deze gelegenheid om onze kiezers, 50% van de mensen, Dordtenaren die stemgerechtigd is en die helaas niet komt stemmen, om ook te gaan stemmen, om hun stem te laten horen. Want het belangrijkste is, en daar ga ik straks ook iets over vertellen, u moet achter uw stem staan, want er gebeuren dingen waarvan ik zeg, alsjeblieft, sta achter uw stem. En het vertrouwen, dat moet hersteld worden in politiek en politici. Oké.
Okay. Dank je wel. Zal ik nog even zeggen dat hij Aydın Gündoğdu heet? Ja, dat zei hij er zelf niet bij. Ja, dat is belangrijk. Nee, maar de volgende die gaat zijn naam ongetwijfeld zelf wel noemen. Beter voor Dordt. Jazeker. David Schalka, lijsttrekker van Beter voor Dordt. En Beter voor Dordt gaat de komende periode zich sterk maken voor gratis met de bus voor 65+. Een beschermde status voor ons open polderlandschap. En meer woningen in alle prijsklassen. Stem 14, 15, 16 maart. Beter voor Dordt, lijst 1. Dank u wel. Rijnmond kiest. Nou, we hebben alle formaliteiten nu gehad. Dan kunnen we echt beginnen. En dat doen we met een debat over woningbouw. Dordrecht heeft de ambitie om te groeien van bijna 120.000 naar 140.000 inwoners. Om een vitale en aantrekkelijke stad te blijven. In de nu afgelopen raadsperiode moesten 4.000 woningen gebouwd worden. Maar dat aantal is niet gehaald. Er zit nog wel behoorlijk wat in de pijplijn. Maar is dat genoeg? Ja, is dat genoeg? Dat is een van de vragen die we hopen te beantwoorden zometeen. Thijs, andere vraag. Er zijn ook bouwplannen voor de spoorzone. Dat is het gebied tussen het Centraal Station en de Zwijndrechtse Brug. Hoe veilig is dat met zo'n spoorlijn waar nog elke dag giftreinen, of elke nacht giftreinen overheen denderen? Ja, dit is al jarenlang een zorgpunt. Niet alleen voor Dordrecht, ook voor Zwijndrecht. Die giftreinen, zoals we ze noemen, die denderen elke nacht langs de slaapkamer van menige Drechtstedeling. En je moet er echt niet aan denken dat er wat misgaat. Dus als je daar heel veel nieuwe woningen omheen gaat bouwen, ja, dan kun je inderdaad de vraag stellen, hoe veilig is dat? De Drechtsteden hebben wel een lobby opgestart om het onder de grond te krijgen, hè? Een lange spoortunnel. Maar dan hebben we het over miljarden, dus dit probleem is niet van vandaag op morgen opgelost. Oh ja. Interessante kwestie. Nou, misschien gaan we het daar ook nog wel over hebben. We gaan in ieder geval een stelling bespreken met Beter voor Dordt op ons eiland, Partij voor de Dieren en de VSP. Thijs, wat is de stelling waar we het over gaan hebben? De stelling waar we het over gaan hebben is, om te groeien en de polders groen te houden, moet Dordt fors in de hoogte bouwen. Okay. Nou, u krijgt allemaal een halve minuut de tijd om daar iets over te zeggen. Om je standpunt te laten horen en daarna gaan we met elkaar in debat. We beginnen bij Beter voor Dordt, David Schalk. Ja, dankjewel. De polders groen houden, dat klinkt ons als muziek in de oren, want dat is wat wij als Beter voor Dordt willen. En we hebben de woningbouwplannen die er eerder waren daar ook gestopt. We willen de polders beschermen, maar daarom zijn we ook bereid om de lucht in te gaan waar dat kan. En dan moet je denken aan woontorens zoals bijvoorbeeld de Sequoia in de Stadspolders. En als we kijken naar locaties, zou dat bijvoorbeeld die spoorzone kunnen zijn. Maar wat u net zegt, het is wel belangrijk dat die giftreinen niet meer door onze stad denderen. Oké. Nou, dat is precies mooi binnen de tijd. Dank u wel, David Schalken van Beter voor Dordt. Dan gaan we naar op ons eiland, Aydın Gündoğdu. Ja, dat we niet meer in de polders, of althans het voornemen dat we in de polders gaan bouwen, dat we dat hebben afgeschoten, dat is denk ik voor alle partijen evident dat dat gaat niet gebeuren. Bouwen in de hoogte, dat is een van de mogelijke ontwikkelingen die we denken dat dat een oplossing kan zijn voor de nood die er aan de man is. En daarnaast waar wij voor pleiten is actief grondbeleid. Dat betekent dat de gemeente locaties wat nu nog niet in beeld zijn, inventariseert en die opkoopt en laat ontwikkelen. Juist. Dank u wel, precies binnen de tijd. Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren, ook 30 seconden voor u, Pieter Groenewegen. Ja, de woningmarkt zit vast, dus het is weer tijd voor volkshuisvesting. De gemeente moet zijn uiterste best gaan doen om woningen te bouwen, om aan de enorme vraag te voldoen. Maar wat voor de Partij voor de Dieren wel belangrijk is, is dat we zorgen dat Dordrecht leefbaar blijft. Dat je bijvoorbeeld je hond kan uitlaten in een parkje om de hoek, of even een rondje kan fietsen door een mooie Weidse polder. Dus als Partij voor de Dieren willen we niet in het groen bouwen, niet in de polder en ook niet in het binnenstedelijke groen, wat steeds schaarser wordt. Hoogbouw zien we wel als optie, maar alleen rond de stations, geen wolkenkrabbers, want dat is niet betaalbaar wonen. Oké, dank u wel. En dan tot slot de VSP met Margaret Stolk. Ja, de VSP wil bouwen voor Dordtenaren, maar dan ook echt voor alle Dordtenaren. En we willen de polders willen we groen houden. En we willen 30% sociale woningbouw gaan realiseren en betaalbare koopwoningen. Maar waar we ook aandacht voor willen is dat we niet per se moeten groeien naar 140.000 inwoners. Dat is een doel op zich, zijn wij het niet mee eens. Wat we willen met de ontwikkeling en de bouw, dat willen we drastisch gaan opvoeren. Ja.
om daar wat meer tempo in te gaan zetten. Want dat moet ook juridisch beter vastgelegd gaan worden. Punt, dank u wel. Ja, we proberen de 30 seconden aan te houden voor iedereen. Nou, laten we maar meteen dan in debat gaan. We hoorden net Margaret Stolk van de VSP. Mevrouw Stolk, u zegt net, we willen niet naar die 140.000 inwoners van Dordrecht. Dat is voor ons niet nodig. Hè? Maar u praat in uw verkiezingsprogramma over bij 10.000 woningen is dit onze verhouding sociale huurwoningen middensegment, duurdere segment. Dus u geeft 10.000 als rekenvoorbeeld. Betekent dat dan ook dat u 10.000 woningen wil bijbouwen de komende 4 jaar? Nou, in principe, kijk, het college heeft natuurlijk afgesproken dat we gaan bouwen 10.000 woningen erbij. En 140.000 inwoners, willen ze naartoe gaan groeien. Alleen, dat is een doel op zich. Wat wij willen, is dat we bouwen voor de Dordtenaren. En wij zijn niet aan het bouwen voor de mensen die buiten Dordrecht vandaan komen. Dus echt bouwen binnen voor Dordrecht. Alleen, wat je dan moet doen, op een gegeven moment zeggen van, ja, voor wie zijn we nou aan het bouwen? Voor mensen voor buiten Dordrecht of voor binnen Dordrecht. Als wij niet willen bouwen in de polders, en dat willen we geen één van allen volgens mij, zoals we hier staan, dan moet je zeggen, we willen niet doorgroeien naar die 140.000 inwoners. Ja. Want dat is een doel op zich. Er zijn nu wachtlijsten van 7 jaar... dat mensen op een wachtlijst staan omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen van dat die 140.000 inwoners moet geen doel op zich zijn. Nee, oké, dat is duidelijk. Alleen u zegt net van nou, wij willen dan nieuwe woningen voor Dordrechtenaren, voor Dordtenaren. Wat voor oplossingen heeft u daar dan voor? Wordt dat dan, betekent dat zelfbewoningsplicht bijvoorbeeld, dat soort dingen? Bent u daarvoor? Nou ja, kijk, we willen opkoopbescherming. Dat sowieso, dat is ook al in de gemeenteraad is dat besloten. Maar je moet gaan kijken waar de behoefte ligt. Voor wie wil je nu gaan bouwen? Ja, en u heeft al gekeken, neem ik aan, waar de behoefte ligt. Dus wat is uw antwoord? Sociale woningbouw. Sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen voor starters, gezinnen en senioren, want als je de doorstroming een beetje op gang wil krijgen, dan zou je ook moeten gaan bouwen voor senioren. Mm. En wat er nu aan de hand is, senioren die zitten nu in een woning die waarschijnlijk afbetaald is voor een groot gedeelte. En wat heb je die mensen te bieden? Niks, nada, noppes. Ja, of een huurwoning van €1200 in de maand. Ja, laat dan de senioren gewoon lekker blijven zitten. Ja, dat is ook precies wat er gebeurt, hè? Die doorstroming, waar steeds over gesproken is, dus 8 jaar lang is er vooral voor de rijken gebouwd in Dordrecht. En want die doorstroming die zou dan wel op gang komen, maar die doorstroming komt niet op gang, want iedereen blijft zitten waar die zit. Precies. Wat gaan we daar nou aan doen? Wat is dat scheve wonen, heet het dan met een vakterm. Wie wil erop reageren? Wie wil erop reageren? Ja, ik wilde net inderdaad wel reageren. Want wat mevrouw Stolk aangeeft is dat er nu vooral voor mensen van buiten Dordt gebouwd wordt. Dat is dus absoluut niet waar. Ik ben zelf kort geleden in een nieuwbouwwijk gaan wonen. En 80% van alle woningen was gekocht door Dordtenaren. En die hebben daarmee dus wel ook een verhuisbeweging op gang gebracht. En Beter voor Dordt vindt ook dat er veel meer gebouwd moet worden. Maar we zien dat met wat u net aangaf, dat er ook in de pijpleiding echt wel weer een hoop woningen nog gepland staan. En wat Beter voor Dordt betreft gaan we ook nog meer gedifferentieerd bouwen in de verschillende wijken. Dus niet alleen maar duur of alleen maar goedkoop. Maar juist ervoor zorgen dat er een goede mix van betaalbare en wat duurdere woningen is. Maar het is niet zo dat we nu vooral aan het bouwen zijn voor mensen die nog niet in Dordt wonen. Nee, maar mag ik daarop reageren? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een mooi verhaal. Maar de heer Schalken die heeft een woning gekocht. Die zit rond de 4, 5 ton. Dat kan de gemiddelde Dordtenaar echt niet betalen. Inderdaad. Nou oké, inderdaad hoor ik hier meneer Gundogan. Ik had toch zo gehoopt dat ik het goed zou zeggen op ons eiland. Reageert u eens daar eens op? Nou, wij zeggen heel duidelijk, het beleid wat momenteel geldt, dat gaat van tafel. Want dit werkt niet. 2 dingen die we willen doen. We gaan doelgroepenbeleid voor bouwen. En dat betekent concreet versneld bouwen voor starters en voor senioren. Mm-hmm. En we laten bouwen voor prijssegmenten. Ja, op dit moment is het beleid dat er wordt gekeken van we gaan zoveel bouwen in dat prijssegment en zoveel bouwen in dat prijssegment. Nee, bouwen naar behoefte. En ik zeg bewust 2 doelgroepen. Starters die kunnen niet aan een woning komen. En senioren ook niet. En dat is zojuist ook toegelicht. Mm-hmm. Hoe wij dat gaan willen doen, voor starters met name inventariseren of dat kan op via erfpacht. Dat betekent dat als je een starter bent en je wilt een woning kopen, dat je die koopprijs enigszins laag houdt. Dat wil niet zeggen dat je geen erfpachtkanon moet betalen, dat moet betaald worden. Maar ook de vrijheid dat je dat
kunt kopen van de gemeente. En bouwen voor senioren. Want senioren die willen graag verhuizen, maar er is geen aanbod. Ja. Dus als je deze twee doelgroepen nou goed bedient, dan heb je dat middensegment, gezinnen die een rijtjeswoning willen kopen, die heb je dan daarmee ook bediend. Want er moeten echt onorthodoxe maatregelen worden. Ja, we horen allemaal bouwen. En voor wie? Maar ik ga ook even naar de Partij voor de Dieren. Want ja, ik zei net al scheef wonen. Dat blijft toch een enorm probleem. En de anderen gaan er niet op in. Heeft u een idee hoe we dat scheef wonen dan op gaan lossen? Dat die echte doorstroming op gang komt? Je lost het niet op, in ieder geval door alleen maar villa's neer te zetten. En dat is wat er de afgelopen tijd wel is gebeurd. En er zijn hier nu allemaal partijen die voor betaalbaar wonen pleiten. Maar deze twee, in ieder geval deze twee politici, hebben zich de afgelopen jaren juist ingezet voor die villa's. Dus dat is een beetje vreemd dat zij zo nu zo draaien. Maar daar ben ik wel blij mee. Wil ik en ze hebben zich natuurlijk, ze spreken zich, iedereen hier die naast mij staat, probeert zich te profileren als een soort beschermheer of beschermvrouw van het groene polderlandschap. Terwijl ze ook allemaal hebben ingestemd met de ontwikkeling van Dordtse Kil 4. Dus dan denk ik ook van, laat het zien in plaats van het nu te zeggen. Weet je wel, je hebt 4 jaar de kans gehad om op te komen voor een groen polderlandschap. Je hebt 4 jaar de kans gehad om op te komen voor betaalbaar wonen voor iedereen. Terechte opmerking, denk ik. Van uw kant mag ik u dan ook een beetje plagen? Nou, plaag Want u wilt niet hoger bouwen dan de Dordtse Dom van 65 meter. Ja, en dat heeft maar ook te maken met de Sequoia is 71 meter hoog. Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Ik kijk niet op een metertje of 6. Oh, oké. Okay. Dat is mooi om te weten. Dat is in ieder geval duidelijk. Maar het punt van hoogbouwen is natuurlijk, als je wolkenkrabbers neerzet, wordt het veel duurder. En niet alleen zeg maar in totaal. Natuurlijk wordt het in totaal duurder, maar het wordt ook duurder per bouwlaag. Nee. Dus in een wolkenkrabber, in een hele hoge toren, heb je ook torenhoge woningprijzen. En daarom zeggen wij als Partij voor de Dieren, ja, wel verdichten, ja, wel hoogbouw. Maar zorg ervoor dat je ook die betaalbare woningen meeneemt. Want daar is juist een tekort aan en er wordt niet genoeg van gebouwd. Ja, even over die betaalbare woningen gesproken. Even terug naar Beter voor Dordt, David Schalken. Ja. Ik zie in jullie verkiezingsprogramma staan, jullie willen minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw. Zit daar dan ook nog een maximum aan wat jullie betreft? En zo ja, wat is dat percentage dan? Volgens mij, als we tot die 30% gaan, dan is dat al een enorme opgave. En wij hebben ook in ons programma staan dat we bereid zijn om daar middelen voor beschikbaar te stellen. Want het is gewoon haast bijna niet mogelijk om die huizen te bouwen, die aantallen huizen te bouwen, als je niet bereid bent als gemeente ook de onrendabele top, zoals ze dat dan noemen, om die te financieren, om het mogelijk te maken om tot die 30% te komen. En Beter voor Dordt heeft aangegeven dat ze bereid zijn om daar de portemonnee voor te trekken. Ik vind het toch wel leuk om u nog even te confronteren met dat plaagstootje van de Partij van de Dieren. Ja. Want Beter voor Dordt heeft eigenlijk zijn bestaan te danken aan Red de Polders. Juist. Zo, daar zijn jullie groot door geworden. Ja, ja, en hij zegt net, ja, je geeft al die polders zo weg voor een Dordtse Kil 4. Nou, als we het hebben over de Dordtse Kil 4, is dat een ontwikkeling die al in gang is gezet, ver voordat Beter voor Dordt in 2010 in het college kwam. En dat was op dat moment ook gewoon haast niet meer terug te betalen of terug te draaien als je kijkt naar de kosten die daarvoor gemaakt zouden moeten worden. En een ander puntje richting de Partij voor de Dieren. Als we gaan kijken naar de waarde van de huidige polder die wij bedoelen, die wij graag een beschermde status willen geven, en die daarmee ook echt een meerwaarde is voor al die Dordtenaren om daar te recreëren, die is niet te vergelijken met de waarde van de polder die aan de andere kant van de snelweg lag. Los van het feit dat dat ook een mooi gebied was. Meneer Gundogdoe, ik zag staan dat jullie zeggen dat er 4000 woningen bijgebouwd zouden worden. We hadden het er net ook al over. Hè, als je zegt in jullie verkiezingsprogramma dat er maar 950 zijn gekomen de afgelopen jaren. Jazeker, dat is het eerlijke verhaal. Maar hoe komt dat dan volgens u? Nou ja, kijk, een van de dingen die wij echt beloven, het eerlijke verhaal vertellen. Er zijn inderdaad duizenden woningen gebouwd, maar we vergeten nogal eens te vertellen dat er ook duizenden woningen zijn gesloopt. En er is totaal netto de afgelopen 4 jaar 958 woningen toegevoegd aan het bestand van woningen in Dordrecht. Mm. En nu kunnen we natuurlijk zeggen, ja, we hebben er duizenden bijgebouwd. Maar ja, het eigenlijk eerlijke verhaal is, we hebben ook heel veel gesloopt. En wat is er met die mensen? Ja, David Schalken van Beter voor Dordt, u bent een van de verantwoordelijken dan voor dat beleid. Bent u het daarmee eens? Volgens mij zijn we er allemaal verantwoordelijk voor. En is eigenlijk al de sloop begonnen begin jaren 2000. En waren er al vele woningen gesloopt. En kwam er toen de crisis, waardoor er niet snel teruggebouwd kon worden. Ja, maar dit claimen van die 3000 woningen is dus misschien een beetje overdreven. Nou ja, het is zo dat die woningen zijn gebouwd. Maar je kunt pas woningen bouwen op het moment dat er weer ruimte is om die woningen te bouwen. En dan zou je toch eerst moeten slopen. Mag ik nog een keertje reageren erop? Ja, zeker, mevrouw Stolk van de VVD. Het is natuurlijk heel mooi dat de heer Schalken alle vorige colleges de schuld daar neerlegt. Maar ze hebben zelf
12 jaar lang in het college gezeten. En er zijn alleen maar dure woningen gebouwd. En nu zijn we in verkiezingstijd. Dan gaan we allemaal bouwen voor senioren. En we gaan 30% sociale woningbouw neerzetten. Ja, jongens, veel beloven, weinig geven. Doet een gek in vreugdeleven, zou ik zeggen. U gelooft er niks van. Nog even tot slot de Partij voor de Dieren. Die wil ik nog even horen, Pieter Groenewegen. We hebben het eigenlijk ging de stelling over hoogbouw. En bij hoogbouw probeer je juist heel efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan. En het is natuurlijk een realiteit dat de ruimte, we zitten letterlijk op een eiland, is beperkt. Wat er de afgelopen jaren is neergezet in Dordrecht is juist zo inefficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte omgaan. Alleen maar hele kasten van huizen waar dan één gezin in kan wonen, die heel veel grond innemen. Ook niet betaalbaar inderdaad. Er zijn heel veel sociale huurwoningen, ook in mijn wijk Oud-Crispijn, gesloopt. Waar grotere woningen voor in de plaats zijn gekomen die meer ruimte innemen. Waardoor je dus eigenlijk steeds minder mensen kwijt kan op meer oppervlakte. En dat is eigenlijk ook een ontwikkeling waar we ons van bewust moeten zijn. Dat we inderdaad slimmer met die ruimte om gaan als we inderdaad niet in die polder willen gaan bouwen. Duidelijk. Ja. Nou, dus zo is de cirkel weer rond, denk ik. Dank allen voor uw deelname aan dit debat. Beter voor Dordt, David Schalken, op ons eiland Aydin Gündoğdu, Partij voor de Dieren, Pieter Groenewegen en van de VSP, Margaret Stolk. Dank u wel allemaal. Ja, bedankt. En dan gaan we door naar het volgende thema. Dat is energietransitie. Dordrecht heeft een warmtenet. Er zijn 3 zonneparken en er staan diverse windmolens. Alles bij elkaar opgeteld produceren inwoners, bedrijven en initiatieven nu genoeg duurzame stroom voor ongeveer 1/3 van alle huishoudens in Dordt. Ja, nou Thijs, dan kun je voorzichtig zeggen eigenlijk dat Dordt wel op dit vlak goed bezig is volgens mij. Want de landelijke doelstelling is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als ik dit dan zo hoor, dan denk ik dat gaan ze in Dordt makkelijk halen. Ja, en dat heeft Dordrecht te danken aan het feit dat we een warmtenet hebben. Want daar mag je als gemeente echt heel erg gelukkig mee prijzen. Ja, dan knijp je in je handjes. Ja, nou ja, hij staat ernaast. Hij is de milieuwethouder. Oh, ja. Hij heeft zich niet het zweet op zijn voorhoofd hoeven te werken, hoor. Om de energietransitie te halen. Daar gaan we het zo ook zeker over hebben. Hè? Mag hem wel een beetje plagen. Ja, dat is dus Rick van der Linden, wethouder duurzaamheid van de ChristenUnie SGP, waar jij naar wijst. Voor de radioluisteraar zeg ik dat er even bij. Ik zie hem niet. Een paar weken geleden, dat is er wel actueel nieuws, is de bouw van een windmolen op Krabbegors is afgeblazen vanwege juridische procedures voor tegenstanders. Ja, als je maar lang genoeg procedeert, dan krijg je het voor elkaar dat de subsidietermijn overschreden wordt en dan gaat het feest niet door. Ja. Overigens komt er nu gelukkig wel een zonnepark wat evenveel energie gaat opwekken als die windmolen die daar gepland is. Ja, het is met windmolens natuurlijk het glazen, dat heb je in alle gemeentes. We willen eigenlijk windmolens, maar liever niet in onze eigen tuin. Nee. Ja. Precies, dus ook in Dordt gaat het niet zonder slag of stoot. Kunnen we overal. Nou, we gaan er weer een stelling in gooien. Die gaan we bespreken met de ChristenUnie SGP, met GroenLinks, met het CDA en met gewoon Dordt. En Thijs, wat is de stelling daarvoor? De stelling is, Dordt moet zichzelf voor de energietransitie een veel hogere ambitie opleggen. Oké, ambitieuze stelling. Nou, we gaan het erover hebben. 30 seconden krijgt u allemaal de tijd om te laten weten hoe u erin staat. En daarna gaan we in debat met elkaar. En te beginnen met de man die al net even genoemd werd, van de ChristenUnie SGP, Rick van der Linden. Ja. Dankjewel. Ja, eens met de stelling. We hebben ontstellend veel bereikt de afgelopen jaren. Niet alleen door op je gemakje te kijken hoe het loopt, maar ook door heel veel te investeren en om inwoners te betrekken bij die energietransitie. Daar moeten we mee doorgaan, want de betaalbaarheid staat onder druk en ook de gelijkheid, de kansgelijkheid staat onder druk. Mensen met veel geld hebben echt wel met veel subsidie dingen kunnen realiseren. Mensen met wat minder te besteden lopen wat achter. En dat willen we echt, daar willen we een been bij trekken. Dus die ambitie moet fors omhoog de komende 6-7 collegeperiodes. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar GroenLinks, Chris van Benschop. Ja, dank u wel. Nou, wat GroenLinks betreft mag die ambitie zeker omhoog. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma ook staan dat we in plaats van 2050 energie-neutraal voor 2040 gaan. En dat is naast dat het gewoon een beter doel is, want de problemen zijn groot, ook een duidelijkere ambitie naar je inwoners toe en naar buiten toe, wat je doelen zijn en waar je naartoe wil werken. Op dit moment maken we een heleboel mooie plannen in de gemeenteraad, maar als het op de uitvoering aankomt, dan wordt ineens de portemonnee toch maar weer gesloten. Of dan is er toch erg weinig budget beschikbaar om dingen ook echt mogelijk te maken. Energiearmoede is al een heel groot probleem. Dus wij zeggen 2040 energie-neutraal, daar gaan we voor. Daar gaan we voor, dank. Dan gaan we naar het CDA, Peter Heikoop. Ja, we zien allemaal door de spanningen, ook in het oosten van ons continent, dat het heel belangrijk is om als land en ook als stad je energievoorziening op orde te hebben. Het kabinet heeft een ambitieus klimaatverhaal neergelegd in het regeerakkoord en wij moeten als stad daar volle bak in meeschakelen. Dat betekent dat wij ook in Dordt geld moeten vrijmaken om die verduurzaming versneld vorm te geven. Dat betekent dat je huishoudens helpt om te isoleren.
Dat betekent dat je verder gaat met het warmtenet en dat betekent ook dat je de mensen, om het betaalbaar te houden, moet ondersteunen in de portemonnee om de koopkracht wel op peil te houden. Dank u wel. Dat was het CDA, Peter Heikoop. En dan tot slot gewoon Dordt. Gewoon Dordt, Irene Koenen. Ja, ik sluit gewoon aan bij Peter Heikoop. Want voor ons is de grootste zorg eigenlijk in de energietransitie dat iedereen aan kan blijven sluiten. En dat lijkt nu toch wel een heel groot probleem. Mensen moeten van het gas af enzovoort, maar dat houdt nogal wat in. En als het eerder kan, allemaal die energietransitie, prima. Maar wel met gezond verstand dat we ervoor zorgen dat het voor iedereen dan ook benaderbaar wordt. Dank u wel. Nou, om maar meteen bij mevrouw Koenen dan te beginnen van gewoon Dordt. Ik hoor u zeggen, als het dan even kan, dan prima. Daar komt niet heel veel ambitie bij kijken, als ik u zo hoor. Nee, de ambitie is om in 2050 energie-neutraal te zijn. Ja. En dat is prima. Prima. Ik hoor mevrouw van Benschop, Chris, zeggen van 2040. Kijk, als dat kan op een manier waarop je dus toch iedereen kan laten aanhaken, dan vinden wij dat goed. Ja. Bedoel, maar het is niet zo dat alles opzij moet om dat als alleen maar als één doel te gaan stellen. Nee, dat is duidelijk. Maar de grootste inzet, zeggen jullie in jullie verkiezingsprogramma, op het gebied van duurzaamheid komt vanuit de landelijke overheid. Ja. Denk ik, ja, dat is natuurlijk een waarheid als een koe, dat is zo. Ja. Aan de andere kant kan je ook zeggen, is dat dan niet een beetje de verantwoordelijkheid afschuiven? Dat je zegt, je kan als gemeente Dordrecht, kan je toch ook dingen doen? Natuurlijk. En dat doen we ook. Volgens mij zijn we op de goede weg. Ja? Ja. En in welk opzicht zou u dan zeggen, nou, dat gaan we de komende jaren, wat ons betreft, wat gewoon Dordt betreft, gaan we dat en dat doen? Ja, nou ja, goed. Kijk, wij zeggen niet voor niks dat landelijk heel bepalend is in dit opzicht. Want als je bepaalde voorzieningen wil houden, dan zal je bijvoorbeeld over moeten op kernenergie. Ja, bedoel, dat kunnen wij hier in de Raad van Dordrecht echt niet even met elkaar besluiten. Mm-hmm. Dus dat zijn dingen waar je toch de landelijke overheid voor nodig hebt. Ja, de praktische dingen dan waar u wel over kan besluiten, want daar heb ik u nog niet over gehoord. Nou ja, goed, we zijn al bezig met maatregelen nemen enzovoort. Dus, en volgens mij kan Rick daar alleen maar beamend op doorgaan. Ja, u schuift het balletje al door naar Rick van der Linden van de ChristenUnie SGP. Die weet als milieuwethouder natuurlijk van de hoek en de rand. Energie, de armoede, het woord is al gevallen. Ja. U zegt vanuit gewoon Dordt, je moet gewoon veel meer doen voor mensen. Hè, dat iedereen kan mee profiteren. Maar dan denk ik, ja, dan moet je dus gewoon gaan doen wat Zwijnrecht eigenlijk deze week heeft aangekondigd. Hè. Die gaan dus leningen verstrekken aan iedereen die zijn huis wil isoleren, die zonnepanelen wil leggen. De gemeente gaat als voorfinancieren. Zeker. En de mensen kunnen die lening terugbetalen door wat ze bezuinigen op hun energie. Ja. Nou, ik beaam natuurlijk altijd heel graag opmerkingen van andere partijen als ze kloppen. En dat is ook zo in dit geval. Kijk, wat zijn er dus hartstikke mooi. Wij hebben vorig jaar zo'n lening ingericht. En er zijn ook de eerste uitkeringen al op geweest. Er is landelijk ontzettend veel geld beschikbaar, zeker in het nieuwe regeerakkoord. Er is alleen al voor energietransitie 35 miljard zometeen in een verduurzamingsfonds. Alleen als je dat uitsmeert over de 7 miljoen huizen die je hebt, dan is het een paar duizend euro per woning. Dus wat wij als gemeentes kunnen doen en moeten doen, is heel goed kijken bij welke woningen ook rendeert het geld het beste. Welke inwoners hebben er het meeste aan? Welke woningen zijn oud en kun je met wat kleine ingrepen al een hele grote sprong maken? En welke groepen bewoners redden het toch al wel? Want die hebben we ook. Dus dat geld, dat moet echt voor een groot deel landelijk gefaciliteerd worden. Hartstikke goed. Maar wij kunnen heel erg goed selecteren waar het terecht hoort te komen. En dan doe je ook een sociale transitie. Ja, even, en dat naar GroenLinks, even een reactie. Ik wil er wel graag op reageren. Nou ja, ik hoor vooral nog steeds het balletje heel erg naar landelijk geschoven worden. En het is prachtig. Het is prachtig dat landelijk daar geld voor beschikbaar stelt. En dat zo zou het ook moeten zijn. Maar dat betekent niet dat je als gemeente niet nog wat extra bij kunt doen. Om die ambities ook waar te maken. En op dit moment gebeurt dat gewoon te weinig. Ik bedoel, als je ziet dat er nog heel veel mensen zijn die een slag te maken hebben. Hartstikke fijn dat we een warmtenet hebben. Hè, en dat daar mensen op aangesloten worden, prima. Maar de hele binnenstad gaat niet op het warmtenet aangesloten worden. Ja, en ik ben het hier wel mee eens. En met respect voor de inzet van collega Van der Linden. Maar volgens mij zijn het al met elkaar eens dat de ambitie hoger moet. Ja. We hebben nu energiecoaches en dergelijke en die doen goed werk, hè, met tochtstrippen en dergelijke. Wij denken echt dat je echt met bewoners in gesprek moet om inderdaad ook financieringsfaciliteit te geven, dus gewoon leningen tegen hele goede voorwaarden. Nou, het Zwijndrechtse voorbeeld, voor die navolging, alleen dan nog veel ambitieuzer. Ja. Dus met grotere bedragen. En het klopt, vanuit het kabinet gaan er miljoenen en miljoenen de kant van gemeenten op komen. Maar we moeten dat niet alleen maar vanuit de verduurzaming en het geld bekijken. We moeten ook kijken naar de koopkracht. We moeten ook kijken naar de energiearmoede. Namens de Nederlandse gemeente spreek ik met het kabinet over het fenomeen van die energiearmoede. En heb ik ook opgeroepen om met een plan te komen die niet alleen gaat over wat schuiven met geld naar burgers. Maar ook echt een duurzame structurele oplossing om de woningvoorraad, honderdduizenden woningen zijn echt nog zo
die tochten nog volledig. Die moeten snel geïsoleerd worden. Corporaties moeten aan de bak. En als gemeente moeten wij daar de regie op gaan pakken. Ja, de mensen die echt voor het milieu gaan, die zijn gefrustreerd. Hè? Die zeggen, wij moeten het uitvoeren. Dan loop ik lampjes, ledlampjes uit te delen. Want die mensen hebben niet last van energiearmoede. Die mensen hebben last van pure armoede. En die krijgen de ledlampjes. En het eerste wat er met die ledlampjes gebeurt, is dat ze ze op marktplaats zetten. Dat moet toch ophouden? Zo is het, Thijs. Dat laat zien dat een beetje die kleine ad hoc maatregelen, dat is het gewoon niet. Veel mensen leven in armoede. En door de hoge energierekeningen zakken ze er nu ook vaak doorheen. Niet alleen bijstandsgerechtigden, ook lage middeninkomens. Ook mensen die elke ochtend 7:30 naast hun bed staan om aan het werk te gaan, kunnen straks hun energierekening niet meer betalen en verzanden in de armoede. En daar moeten wij als gemeente voor staan. Ja. Ik wil daar even op reageren. Ja. Christen Unie SGP, eerst eventjes Rick van der Linden. Dan komen we dan bij Gewoon Dordt. Daar kom je ook uit. Ja, dit doet niet helemaal recht aan de inzet die gepleegd wordt. Want natuurlijk, het hangt af van gemeentes in de uitvoering. Maar er gebeurt al heel veel, ook door heel veel vrijwilligersorganisaties, energiecoaches, ook energieconciërges, die niet alleen uitdelen, maar ook echt aan de slag gaan. Achter de voordeur komen en zeggen, kijk, zo zit het in elkaar, dit kun je alvast doen. Nee, natuurlijk niet genoeg, omdat we hebben 50.000 woningen in Dordt. Ja, maar de vraag is, moet die ambitie omhoog? En als je de ambitie omhoog gooit, moet je ook je inzet omhoog gooien. De ambitie moet omhoog. En we besteden elk jaar meer geld aan het ondersteunen van de inwonerscollectieven. En wat mij betreft gaan we daar fors mee door. Ook omdat het isolatieprogramma, energietransitiefonds, daar komt een heleboel geld beschikbaar vanuit het Rijk. Wat we ook nodig hebben, zijn de handjes, de hoofden en de handen, om aan de slag te gaan. En als je alleen al kijkt naar 7 miljoen woningen, dan moet er heel veel gebeuren. Dus wij moeten vooraan in de stroom blijven zitten, zodat wij voorop kunnen blijven lopen in de Maar die woningen staan niet allemaal in Dordrecht. Dus het is echt te makkelijk om het op landelijk niveau uit te smeren. We moeten in Dordrecht een stevige ambitie neerzetten. Voorop blijven lopen in de golf. Nou ja, dat vind ik wel. Zeker. Ja. Dan naar Irene Koenen van Gewoon Dordt. U wilde ook reageren. Nou, ik wilde net even inhaken op Peter. Omdat leningen verstrekken, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar er zijn ook weer gewoon een heleboel mensen die daar niet voor in aanmerking komen. Mm-hmm. Dus het is alleen maar een soort waarschuwing van weet waar je mee bezig bent. Want de wereld is meestal niet zo rooskleurig, meneer Heikoop, als dat u daar wel eens denkt. Nee, maar mevrouw Koenen, wij gaan zelf als gemeente over Peter de voorwaarden. Heikoop, CDA. En op het moment dat je een mooi arrangement kan maken, dat mensen hun energierekeningen fors zien dalen en daarmee de financieringskosten kunnen aflossen. En je moet misschien als gemeente ook gewoon het lef hebben om een stapje extra te zetten en een stap vooruit te zetten om mensen hierin te ondersteunen. Want als we het niet betaalbaar maken, dan zullen heel veel mensen in onze stad, zeker in de wijken, we kennen ze allemaal, in Krabbenhof, Crispijn, Wielwijk, maar ook in andere wijken. Ik kan zeggen, heel veel woningen, in de Hoven zitten ze misschien ook wel hoor. Nou ja, maar in ieder geval, we moeten dit dan ook veel bereikbaarder maken. En daar zijn we als gemeente in aanzet. En dan moeten we onze ambities ook echt verhogen. Ja, u hamert, meneer Heikoop, op de betaalbaarheid ervan. Zag ik ook in uw verkiezingsprogramma staan. Maar dan zegt u van alle maatregelen moeten betaalbaar zijn. Daar sloeg ik even op aan. Want dan denk ik, betekent dat dan dat alle maatregelen niet betaalbaar zijn, die gooien we uit het raam? Nou ja, kijk, betaalbaar. Het gaat er vooral om dat inwoners, dat ze die stap kunnen zetten. En dat ze echt hun woning kunnen verduurzamen. Kijk, we kunnen hier wel allemaal gaan roepen van ja, u zult een geïsoleerde woning hebben. Maar als je als gezin tegen een enorme verbouwing aan staat te kijken, ga je het gewoon niet doen. Nee. Dus je moet als gemeente gewoon een hele ambitieuze agenda neerleggen. Je moet als gemeente een stap vooruit zetten. En wij zijn als gemeente ook in de mogelijkheid om ook echt miljoenen vrij te maken, vooruitlopend ook al op wat er vanuit landelijk gebeurt, dan moet je dat ook gaan doen. Maar dan is dus eigenlijk alles betaalbaar. Nou ja, betaalbaar is een relatief begrip. Maar als je bedenkt dat hoeveel miljoenen, honderden miljoenen er nu gewoon door huizen waaien, omdat die woningen niet op orde zijn, dan is het gewoon een investering. En is het per definitie betaalbaar om te werk te maken van verduurzaming, ook voor de koopkracht van onze inwoners. Oké, tot slot GroenLinks. Ja. U wilde ook graag nog even wat zeggen. Ja, ik wilde er nog op reageren. Dat ik ben heel blij om te horen dat iedereen hier eigenlijk best wel een hoge ambitie heeft. Wat mij betreft leggen we dat vast en wordt het gewoon 2040. Maar los daarvan, ik hoor heel veel over we moeten meer subsidies, meer beschikbaar maken. En daar zijn we het helemaal mee eens, want het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Maar ik denk dat we er ook voor moeten pleiten dat die mensen ook begeleid worden. Want ook niet iedereen is in staat om die subsidieaanvraag te doen of om een leningaanvraag te doen. Dus ik denk dat we daar ook werk van moeten maken. Niet alleen van de centjes, maar ook van de mensen die mensen dan kunnen begeleiden. Is het zo moeilijk om zo'n aanvraag te doen? Is Definitie voor de overheid. Weet je, niet voor iedereen. Daar vindt u in ieder geval alle vier elkaar. Goed punt van GroenLinks, absoluut. Ja. Oké, dat is toch een mooie soort harmonieuze afsluiting van dit debat. Dank allen. ChristenUnie SGP, Rick van der Linden, GroenLinks, Chris van Benschop, CDA, Peter Heikoop en tot slot Gewoon Dordt, Irene Koenen. Dank alle vier. En dan gaan we alweer door naar het derde thema van vanavond. We gaan het namelijk hebben over veiligheid.
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat landelijk 14% van de mensen zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. In Dordrecht is dit 19%. Buurtoverlast ervaart meer dan de helft van de Dordtenaren wel eens, terwijl dit landelijk bij 44% van de mensen is. Is Dordrecht zo onveilig? Ja, is Dordrecht zo onveilig? De cijfers die je net hoorde, dat waren alweer eigenlijk oude cijfers. Dat waren de cijfers tot gisteren. Want vandaag werden wij wakker in een wereld dat er een nieuwe veiligheidsmonitor is verschenen. En daaruit blijkt dat nog 16% van de Dordtenaren zich wel eens onveilig voelt in zijn buurt. Dat percentage is dus 3% gezakt. En 57% van de Dordtenaren ervaart wel eens buurtoverlast. We hebben even de laatste cijfers erbij. Thijs, voel jij je wel eens onveilig in Dordrecht? In Dordrecht? Nee, nooit. Nee? Nee, ik heb me in Dordrecht nog nooit onveilig gevoeld. Okay. En ik ben op veel plekken geweest waar ik me wel eens minder op mijn gemak voel. Voelen mensen in Dordrecht zich wel eens onveilig door jou? Nou, misschien door mijn hond. Okay. Die blaft nogal. Okay. Dat is buurtoverlast waar je dan op doelt. Hè? Nou, misschien wel inderdaad. Want ik begreep wel dat jij zelf voor buurtoverlast zorgt in Stadspolder. Nee, dat doet die hond. Dat doet de hond. Ja, die blaft. Schuld van de hond. Die blaft veel. Okay. Ja, ik krijg het er niet uit. Okay, dus dat zou bij die 57% dan kunnen zitten. Dus de buurtoverlast, die snap ik. Ja, goed. Duidelijk. Nou, we gaan het erover hebben. Dat brengt ons bij de volgende stelling. En die is voor de VVD, voor de PVV, voor Denk en voor Moed. En de stelling is, Thijs. De stelling is, de veiligheid in Dordt vraagt om de inzet van meer middelen, zoals bijvoorbeeld preventief fouilleren. Nou, de regels zijn inmiddels denk ik wel bekend bij de derde ronde. U krijgt allemaal 30 seconden om uw standpunt duidelijk te maken. Daarna gaan we met elkaar in debat. En we beginnen bij de VVD, Maarten Burggraaf. Ja, het is in Dordrecht fijn wonen, maar om ergens fijn te kunnen wonen moet je ook veilig kunnen wonen. Zo heb ik 5 jaar terug ongeveer wat buurtpreventie opgezet, want je doet het ook met elkaar. En helaas moeten we constateren dat je nog te veel gevallen van straatintimidatie ziet in onze stad. Incidenten met messen. En dat vinden wij zorgelijke ontwikkelingen. En daar moeten wij als overheid, als gemeente voor staan. Dus op dat vlak wil de Dordtse VVD extra maatregelen zoals camerabeveiliging, preventief fouilleren, een patseraanpak en meer handhaving in de wijk. Dank u wel. Dan de PVV, Den van Leeuwen. Ja, dank u wel. Nou, de PVV is uiteraard ook voor een veilige stad. We denken daarbij zelf aan cameratoezicht op zeg maar plekken die onveilig zijn. Preventief fouilleren zijn we onder bepaalde voorwaarden gewoon voor. En wat ook heel erg belangrijk is dat elke wijk een politiepost houdt of heeft. En de wijkagent die is wat dat betreft heel erg belangrijk zeg maar, in het kader van de preventie. En om niet te vergeten, als je het hebt over veiligheid. Op dit moment gaan er meer dan 20.000 gifttreinen door Dordrecht. Het moet zo snel mogelijk een einde komen. Oké, de gifttreinen ook bij de veiligheid. Dank. En dan gaan we naar Denk. Van Dank naar Denk. Massoum Kolkelic. Yes. Er zijn Dordtenaren die de grenzen opzoeken. Wij willen stoppen met schijnveiligheid, maar meer aandacht vragen voor sociale veiligheid. Hoe gaan we dat aanpakken? Wij zien dat Dordtenaren mee willen doen. Er zijn Dordtenaren die weten niet hoe ze moeten meedoen, maar er zijn ook Dordtenaren die daar de mogelijkheden er niet voor hebben. Door die mensen op een laagdrempelig niveau te bereiken, willen we ervoor zorgen dat alle Dordtenaren binnen enkele jaren mee gaan doen. Duidelijk. Dank u wel. En tot slot Moed. Ludy Nijhoff. Ja. Nou, wij vinden van Moed dat er te veel ingezet wordt op de harde veiligheid. Veiligheid is een containerbegrip, denk ik. En als het gaat over het hebben van camera's of middelen zoals preventief fouilleren, dan is dat eigenlijk alleen maar gericht op daders. En wij vinden dat wat dat betreft, en dat zijn we ook eens met de meneer Van Denk, er moet veel meer ingezet worden op de sociale veiligheid. Want wat je ziet is dat er bijvoorbeeld enorm gebrek is aan de mogelijkheden om bijvoorbeeld aangifte te doen. Op een makkelijke manier, zeg maar, als je slachtoffer bent. Ja, je moet, eigenlijk moet je heel veel moeite doen. Nee, sorry, 30 seconden zijn voorbij. Ja, de tijd is alweer op. Ja, we houden het strikt in de gaten. Maar ik geef u wel nu de beurt, dus dat scheelt dan weer. Ja, dan kunt u toch nog verder praten, want u heeft het over die schijnveiligheid, hè, van regels en van camera's en zo. Nou, u begint net een betoog over andere maatregelen die je kan nemen. Nou, vertel daar nog even wat meer over. Ja, wij zien dus te veel nadruk op die harde veiligheid. Dus op, laten we zeggen, fysieke dingen. Zoals ook bijvoorbeeld preventief fouilleren. En wij vinden dat er een veel betere combinatie gemaakt moet worden met de zachte veiligheid. Als het gaat om bijvoorbeeld het makkelijke aangifte kunnen doen. Het meer gebruik maken van, laten we zeggen, jongerenwerk en
opbouwwerk om te kijken hoe het te voorkomen is dat mensen messen gaan dragen. Want er is een reden voor natuurlijk, dat er op dit moment gewoon mensen voelen zich dus onveilig. Dus wij willen echt veel meer inzet op dat gebied. Oké, u mag iets verder van de microfoon trouwens straks gaan staan. Dat zeg ik er even bij, anders knalt hij eruit bij mensen thuis. Maar ik schrik daar wel van. De VVD schrik ervan. Als ik dan hoor zeggen van ja, er is een reden om een mes op zak te hebben. Er is nooit een reden om een mes op zak te hebben. U heeft juist er geen bij u? Nee, gelukkig niet. Okay. En de vanzelfsprekendheid dat onder jongeren gewoon wel messen gedragen worden. Ja, dat vinden wij echt een hele zorgelijke ontwikkeling. En vooral ook de cultuur waarin dat normaal aan het ontstaan is. En in onze beleving is de enige manier om dat aan te pakken, is daar gewoon heel hard op te treden en te laten zien dat dat totaal niet normaal is, dat het levensgevaarlijk is. En dat het messen dragen op eigenlijk aan beide kanten slachtoffers geeft. Zowel het slachtoffer zelf als de dader die de rest van zijn leven moet leven met de consequenties. Dus die aanpak van moed, dat is maar een beetje soft eigenlijk, wat de VVD betreft. Nou ja, zeker, want daar kan je niet zacht aanpakken. Dat moet je hard aanpakken en dat moet je ook achter de voordeur hard aanpakken, want ouders hebben verantwoordelijkheid in de opvoeding. Dus daar moet je het zeker, je moet het repressief aanpakken en daar in de opvoeding en op scholen ook wel degelijk die cultuur die daar omheen ontstaat aanpakken. Maar een zachte aanpak maakt stinkende wonden. Ik zou bij jullie staan. Ja, eerst even nog over de VVD. Reageert u maar eerst. Want er wordt toch op mij gereageerd. Ludie Nijhoff. Nou ja, kijk, ik denk dat tot nu toe weten we dat de harde maatregelen eigenlijk uiteindelijk alleen maar dat ermee bereikt wordt dat men zich alleen maar op daders richt en vervolgens stopt uiteindelijk niet het gedrag van die jongeren. Je moet weten, waar dat vandaan komt, dat gedrag. Kijk, en het is oneerlijk om uiteindelijk bijvoorbeeld slachtoffers in dit geval, slachtoffers ook van die gestoken worden, zomaar, om die uiteindelijk te laten vallen en daardoor ook uiteindelijk dus helemaal geen rechtspositie meer te geven. We zien bijvoorbeeld ook, en dat vind ik ook eigenlijk een onderwerp wat hierbij besproken zou moeten worden, we zien bijvoorbeeld dat op het moment dat er in gevallen van huiselijk geweld de dader bestraft wordt door de rechter, dat heel veel vrouwen die dit overkomt de woning moeten verlaten en die daardoor dus uiteindelijk dubbel gestraft worden in een slachtofferschap. En daar moeten we echt goed over nadenken in Nederland. Ook als het gaat over bijvoorbeeld het uithuisplaatsen van kinderen. Waarom moeten kinderen uit huis geplaatst worden op het moment dat hun ouders ruzie hebben met elkaar? Dat zijn, maatregelen die uiteindelijk voor hele grote, ernstige maatschappelijke problemen zorgen. Juist. Ja, u maakt het heel breed. We gaan het weer even versmallen naar waar we het echt over hadden. Meneer Van Leeuwen, u hoorde net Burggraaf zeggen dat als er een jongere met een mes rondloopt, dan moet de pa maar ook maar aangepakt worden. Wat vindt u dat ook? Nou, als je het hebt over minderjarigen, zijn we dat met de VVD gewoon eens. Maar wel nog even een opmerking op partijen Moed. Kijk, op zich, laat ik het zo zeggen, we kunnen het ook heel erg ingewikkeld maken. Ik ben het op zich met mevrouw Nijhoff eens dat je ook moet kijken naar de zachte kanten van de aanpak. Preventie heb ik zelf genoemd. De wijkagent die op een gegeven moment dingen ziet en ook ook die jongelui kan gaan beïnvloeden, laat ik het even zo zeggen. Maar we kunnen het ook zo ingewikkeld maken en zoveel aspecten erbij halen, mevrouw Nijhoff, dat het gewoon voor de maatschappij onoplosbaar lijkt. En daar moeten we echt voor oppassen. Dus ik ben voor preventie, maar ik ben ook voor een duidelijke, harde aanpak. Ja. Meneer Kokelic? Door middel van cameratoezicht en preventief fouilleren pak je het probleem van of de oorzaak van geweld eigenlijk niet aan. Je verplaatst het alleen maar. Als we ervan uitgaan dat bijna de helft van de misdaden in Dordrecht bestaat uit fraudemisdrijven, oplichting, dus economische misdrijven, dan kan je dat ook niet aanpakken op basis van preventief fouilleren en cameratoezicht. Door middel van meer aandacht voor sociale veiligheid willen wij alle veiligheidsproblemen in Dordrecht aanpakken. Ja, jullie willen af van dat preventief fouilleren. Dat staat ook in jullie verkiezingsprogramma. Hè? Maar je zou ook kunnen zeggen, die boefjes die je daarmee kan pakken, dat is toch pure winst? Nou, als we kijken naar er zijn meerdere onderzoeken gedaan de afgelopen jaren. Hè? Zoals als laatste in Amsterdam. En daarbij zelfs het Openbare Ministerie die heeft aangegeven dat preventief fouilleren geen hulpmiddel is.
PVV is juist heel erg voor het preventief fouilleren onder andere. Ja, het is inderdaad een extra hulpmiddel. We vinden wel dat het niet zomaar moet worden ingezet. Nee. Dus je kan niet zo zijn dat je een politieagent tegenkomt en dan dat je ineens preventief gefouilleerd wordt. Er moet aanleiding voor zijn om het te doen. Maar als er aanleiding voor is, en dat heeft ook te maken met de inschatting, de persoonlijke inschatting van de agent die op dat moment op straat loopt, dan zijn we daar op zich voor. Maar dat blijft toch een beetje subjectief. Ik bedoel, ik loop gewoon op straat en dan denkt die agent, ik heb er wel een aanleiding voor. Het punt is, ik vind ook dat in principe moet de agent zich kunnen verantwoorden. Dat is in ieder geval belangrijk. En ja, al dit soort zaken zijn natuurlijk überhaupt niet objectief. Dat is realistisch, meneer Burggraaf. Je vraagt eigenlijk alleen maar om meer. Meer preventief fouilleren, meer camera's, allemaal maar meer. Terwijl de politie en toezicht gewoon minder kunnen leveren. Er is steeds minder geld beschikbaar. Nou ja, het is een veelkoppig monster en dan moet je hard aanpakken. En ben ik het helemaal met u eens dat blauw op straat, dat is een ding is dat daar meer in geïnvesteerd moet worden. Ik hoor het nog te vaak dat die worstelen met de uren die ze beschikbaar hebben. En in ieder geval dicht bij huis, als het gaat om de handhaving die we vanuit de gemeente doen. Daar hebben we deze periode al wat extra mensen opgezet. Maar dat zou wat ons betreft in de volgende periode echt fors meer op geïnvesteerd moeten worden. En veel meer handhavers in eigen dienst in ieder geval komen, zodat ze ook gewoon in de wijken zelf aanwezig zijn en met de omgeving kunnen praten. De politie, dat kunt u niet regelen, maar die handhavers, die gemeentelijke handhavers, dus dat kunt u wel zelf. Daarom noem ik hem. Dus handhaving, dat hebben wij in ieder geval in eigen hand. En dat moeten we in de volgende periode echt volop gaan investeren. Maar maak dat eens concreet. Hoeveel handhaving erbij bijvoorbeeld? Hoeveel geld erin? Nou, meerdere koppels, zodat je in ieder geval ook in de wijken ook echt in een week tijd regelmatig aanwezig kan zijn om daar ook de signalen op te kunnen pakken. Ja, ik woon zelf in Stadspolder, dus ik voel me nooit onveilig. Er lopen af en toe mensen van de stadswachten, noemen wij ze nog steeds. Het enige wat ze doen is een fout geparkeerde auto bekeuren. Nou, kijk, is dit de onveiligheid waar we het over hebben? Ik denk dat u een goed punt heeft dat we heel veel gelukkig Dordtenaren zich veilig in de stad voelen. Ja. En het is iets, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Het is wel iets wat je echt goed moet bewaken. Want als dat minder wordt, dan kan het ook in één keer heel erg verkeerd gaan. Dus daarom willen wij erin blijven investeren. En als ik kijk naar de preventief fouilleeracties, daar is er laatst weer één geweest. Dan worden er gewoon letterlijk messen of wapens worden gepakt. En kijk er maar even, dit jaar zijn er al meerdere van dat soort geweldincidenten geweest. Dus het is gewoon een feit dat het gebeurt. En daarom vinden wij dat we daar stevig op in moeten zetten om erger te voorkomen. Al dus de VVD, Maarten Burggraaf, even naar Den van Leeuwen, PVV. 16% hadden we het net over, nieuwe cijfers hè, van mensen in Dordt die zich onveilig voelt. Ik zou je ook kunnen zeggen, 84% voelt zich wel veilig. Ja. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Waarom nou meer? We hebben het over 16% van de bevolking die zich niet veilig voelt. Ja. En wij vinden dat een hoog percentage. Maar even, u zegt voelt. Mensen voelen zich onveilig. Ja. Dat is iets heel anders dan dat het onveilig is op straat. Ja, dat is een kreet die je dan de laatste 10, 20 jaar hoort. Voor een deel is het ook waar. Maar voor een deel is het ook zo dat mensen echt zich bedreigd voelen. Of in ieder geval, er is wat in hun leefomgeving. En die mensen geven het ook niet voor niks aan. Maar even op de VVD reagerend. Echt typisch voor de VVD dat landelijk zeg maar gaan ze bezuinigen op politieagenten. Is er een slechte planning. En hier lokaal wordt het verkocht van we willen meer beveiliging of we willen meer veiligheid. Dus dat strijdt nogal met elkaar, vind ik. Ludie Nijhoff, Moed, reageert u daar eens op? Ja, ik wil daarop reageren. Ik wil ook even op meneer Blommen reageren. Ik woon zelf ook in de Stadspolders. Ik ben goed bekend met mijn eigen wijk. En ik weet bijvoorbeeld dat er in de Stadspolders sprake is op dit moment van twee hele grote hanggroepen die zich verplaatsen. En wat je ziet, we hebben dat probleem eerder gehad natuurlijk een aantal jaren geleden. En toen is er ingezet op specifiek op wijkagenten en op jongerenwerkers die specifiek zich richten op die jongeren. En die ervoor gezorgd hebben uiteindelijk dat die jongeren uit elkaar gingen. En dat in ieder geval de buurt zich veiliger ging voelen. Dat is een van de dingen waarvan wij dus denken. Kijk, een middel als preventief fouilleren bijvoorbeeld, dat moet je als maatwerk inzetten. Daar moet je goed over nadenken wanneer je dat inzet. Maar daarnaast, zijn die groepjes testosteron jongetjes dan de reden dat we ons zo onveilig voelen? Nou, daar kan ik even niet op reageren. Ik werk zelf met jongeren die in de drillrap scene zitten, zeg maar. Daar is bijvoorbeeld een hele methode omheen bedacht om juist die jongeren, waarvan men weet dat die in die scene zitten, die uiteindelijk wel preventief te fouilleren. En dat heeft dan een reden, omdat ze weten dat die uiteindelijk ook het wapen zullen gebruiken. Duidelijk, er zijn verschillende methodes om daarmee om te gaan. We hebben ze allemaal eigenlijk wel gehoord, volgens mij vanavond. Dank.
alle vier voor dit debat. Maarten Burggraaf van de VVD, Den van Leeuwen, PVV, Massoum Kolkelic van DENK en Ludy Nijhoff van MOED. Dank alle vier. En dan gaan we weer door naar het laatste debat. Dat is een speciaal debat, zo extra, omdat we een extra lange uitzending hebben. Een thema waar we over gaan discussiëren, ook wel een actueel thema. Want door alles wat er in de Oekraïne nu gebeurt, vluchtelingen. Als Dordrecht door het kabinet wordt gevraagd om crisisnoodopvang voor vluchtelingen te realiseren, wordt daar meteen gehoor aan gegeven. Dat zei de Dordtse wethouder Peter Heikoop in oktober 2021. Maar de meningen over vluchtelingenopvang zijn verdeeld in de gemeente. De een verwelkomt ze, maar de ander ziet ze liever naar elders vertrekken. Ja, ook dit is een heet hangijzer, Thijs. Misschien ook wel een Dordt. Heeft Dordt eigenlijk een geschiedenis als het gaat om de opvang van vluchtelingen? Ja, recent, de afgelopen jaren, is er regelmatig een asielopvang geweest. Onder andere het voormalige pand van de sociale werkplaats, het rechtwerk, is nog in gebruik geweest. En eigenlijk gaat het heel ver terug, hè. Het is een beetje het verhaal van Nederland. We hebben hier duizenden Vlamingen opgevangen in de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, dat gaat heel ver terug, ja. Ja. Maar wel geschiedenis wat dat betreft. Ja, vluchtelingen, ja, wat moet je ermee? Ja. Opvangen. Dat is een goede vraag, daar gaan we het over hebben. Dat brengt ons dan bij de stelling die we bespreken met de PvdA, met de SP, met Forum voor Democratie en met Jezus Leeft. En die stelling is, Thijs? Ik heb hem al een beetje verklapt. Dordrecht moet meer vluchtelingen opvangen. Ja, nou, de regels zijn duidelijk. 30 seconden per persoon en we beginnen bij de PvdA met Wouter van der Spoel. Dankjewel. En ik ga hier heel kort over zijn, want voor de PvdA is het gewoon klip en klaar. Wanneer mensen moeten vluchten voor oorlog en geweld, dan zijn ze welkom hier in Dordrecht. Zoals mijn oma vroeger altijd al zei, er is veel dat niet op kan en weinig dat niet gedeeld kan worden. Dank u wel. Geef het woord al meteen door aan de SP, Ronald Portier. Ja, de SP staat altijd voor solidariteit. We zien nu opnieuw een oorlog in Europa, wat we ook al met de Joegoslavië-oorlog hebben gezien. Wij vinden dat als dat inderdaad vluchtelingen een stromen op gang brengen, dat we bereid moeten zijn een bijdrage te leveren om die op te vangen. Er moet er ook wel plaats zijn in Dordrecht om ze op te vangen en daar moeten we hard aan werken. Duidelijk, de portier zet de deur op een kier, zouden we kunnen zeggen. Ronald Portier van de SP. Dan de FVD, Ruby Pichel. Ja, wat ik ook merk met zo'n stelling is dat het eigenlijk oproept tot voor of tegen te zijn. Terwijl dat juist ons meer duwt in de polariteit waar we eigenlijk niet in willen zitten. Je wil daar bovenuit stijgen. En Forum voor Democratie zou heel graag een bijdrage willen leveren aan het welzijn van vluchtelingen. Echter vragen we ons af of dat dit echt het probleem oplost op deze manier. Er zijn inderdaad afgelopen jaren, hoor ik zeggen, ontzettend veel oorlogen, ontzettend veel stroom van vluchtelingen komt op gang. Omdat de wereldleiders allemaal ruzie maken. Ja. Maar is dit daadwerkelijk iets wat meer gaat creëren voor de mensheid? Oké. Dank u wel, Ruby Pichel van FVD. En tot slot, Jezus Leeft, Henry van den Burg. Ja, vluchtelingen en die echt voor hun leven moeten vluchten, moeten sowieso opgevangen worden. Alleen de vraag gaat hierover, moet dat ook in Dordrecht zo zijn? Nou, ik weet dat bijvoorbeeld landen als Australië hun deuren hebben opengezet en zeggen, kom maar binnen en er is geen enkele drempel, ze mogen gewoon zonder iets binnenkomen. Daar is ook ruimte, zeg maar. Als we kijken naar Dordrecht, veel mensen weten het misschien niet, maar in Dordrecht hebben we honderden daklozen. Daarvan zijn al 11-12% buitenlandse mensen. En dus wat hebben we ze te bieden als we ze binnenhalen? Daarnaast zijn van die daklozen in Dordrecht ook gewoon minderjarigen. Dus kinderen die dakloos zijn. Laten we daaraan werken. Ja, Henry van den Burg, Jezus Leeft. Meneer van den Burg, u zegt in uw verkiezingsprogramma ook opvang in de regio. Dat is het toverwoord bij Jezus Leeft. Maar in het geval van Oekraïne, waar we het nu veel over hebben, zou je kunnen zeggen, ja, dat grenst aan Europa. Dan zijn wij eigenlijk ook de regio, toch? Ligt eraan hoe je het bekijkt. Ja. Zijn landen hoe ziet Jezus Leeft dat? Dichterbij zijn. Maar ook ons land is wel echt vol en zeker Dordrecht. Kijk, in Nederland zou je misschien op andere plekken kunnen kijken. Maar ik zou eerst naar het buitenland kijken. Want Nederland in zijn totaliteit loopt vol. En het verbaast me eigenlijk dat we vluchtelingen dan heel snel kunnen opnemen. Terwijl vluchtelingen die we over het hoofd zien. Mensen die vluchten voor huiselijk geweld. Kinderen die vluchten voor kindermisbruik. Mm. Onze eigen bewoners. Die zien we over het hoofd. Ja, ik zie, ik wil hier heel graag van de reageren. Arthur van der Spoel. Dankjewel, want ik heb het idee dat meneer van Jezus Leeft heel snel, wat is het, Lucas 10 vers 25 tot met 37 moet gaan lezen, de barmhartige Samaritaan. Want ik verbaas me hier wel over deze uitspraken, dat je dat op deze manier doet, vanuit dat geloof eigenlijk wat u aanhangt. Reageer er eens op, Henry van der Burg. Ja, volgens mij heb ik het ook gewoon heel duidelijk aangegeven. Ik ben zeker voor barmhartigheid. Alleen als er landen zijn die ook ruimte genoeg hebben en zeggen van kom maar binnen, dan worden ze toch ook gewoon goed opgevangen. Hoe groot dat is het probleem? Dat ze daar iets aan bijdragen financieel, dat is voor mij prima. Alleen kijk wel naar de realiteit. Maar hoe groot is het probleem dan, hier in Dordrecht?
Nou, wat ik zeg, honderden daklozen. Mij treft het in u niet, maar mij wel. Bijvoorbeeld, u heeft ook tegengestemd in het kieskompas. Mensen, statushouders, mogen geen voorrang krijgen op de woningmarkt. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Waarom is het natuurlijk niet? Alle drie trouwens, hè? En van Jezus Leeft en van SP heb ik me daar het meest over verbaasd. Nou, daar kan ik ook wel wat over zeggen. Ja, de SP krijgt meteen de beurt. Ja, wij vinden dat vluchtelingen opgevangen moeten worden. Wij vinden ook dat er voldoende woningen voor iedereen moeten zijn. Hè, zodat mensen van verschillende groepen, hè, Nederlanders, vluchtelingen, migranten, niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Hè, dus er moeten voldoende betaalbare woningen voor iedereen zijn. En een probleem moet gelegd worden bij de machtigen, hè, de profiteurs, zal ik maar zeggen, hè, die het veroorzaakt hebben. De mensen die zeg maar, in Europa, in Rusland de macht hebben, die hebben het problemen veroorzaakt. En die problemen moeten niet op de kosten van gewone mensen opgelost worden. Dus wij moeten ervoor zorgen dat er een betaalbare woning voor iedereen is. Ja. Voor vluchtelingen, voor de eigen inwoners. Oké, okay, maar ik zag ook al een hele verhandeling in uw verkiezingsprogramma staan met ook een beetje die strekking van wie dan de schuld zou hebben van de woningnood en zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, even concreet, hè, hoeveel vluchtelingen zou de SP dan in Dordrecht willen opvangen? Even los van de schuldvraag. Zoveel als er nodig zijn. Kijk, op het moment dat zeg maar honderdduizenden mensen gaan vluchten, hè, wat ik niet verwacht, maar stel dat zou gebeuren. Ja, dan moeten we zeg maar overal in het land verspreid en in Europa verspreid ervoor zorgen dat iedereen zijn evenredige aandelen daarin opneemt. En natuurlijk moeten we het wel zo snel mogelijk dan de oorzaak van de problemen wegnemen. En dat is de machtsstrijd tussen landen, hè, de machtsstrijd tussen... Ja, nou, die oorzaken gaan we het vandaag niet over hebben. Om olie, et cetera. Maar meneer Portier, ik hoor u heel veel praten, PvdA. Maar u zegt eigenlijk heel weinig. Nou, ik want hoe groot is het probleem nu hier in Dordrecht? Hoeveel statushouders zijn er bijvoorbeeld vorig jaar opgevangen hier in Dordrecht? Dan hebben we het over... Over ongeveer, nou, ik weet het niet precies, maar het ligt in de orde van grootte van 150. Ja, dus dat zijn nog geen 100 woningen. Het probleem is dat mede dankzij het beleid van uw partij, hè, van die jarenlang gepleit heeft ook voor het slopen van sociale huurwoningen, veel te weinig woningen zijn. Dus nu komt u in uw programma ineens met 30% de bouw van sociale huurwoningen, terwijl jullie continu een beleid hebben gesteund dat alleen maar afgebroken moest worden en dat jullie steunen gewoon de rechtse coalitie die er nu weer zit om alleen maar dure woningen te bouwen. Nog even reageren, PvdA, dan ga ik door naar heel FVD. Heel leuk bruggetje, maar nu sta ik hier. Wat ik heel sneu vind, is dat asielzoekers... Ja, is dat u afstand neemt van het beleid van uw voorgangers. Wat ik heel sneu vind, dat asielzoekers en statushouders worden gebruikt om dit dossier te bespreken over de woningnood. En dat u dan ervoor kiest om inderdaad statushouders geen voorrang te geven, vind ik echt teleurstellend van een partij als SP. Nou, tot slot, korte reactie SP en dan gaan we door naar de FVD. Ja. Wij vinden dat ze mensen opgevangen moeten worden. Dat betekent dat ze een status kunnen krijgen. Ja, op het moment dat ze een status hebben. Dus dat betekent dat ze inderdaad al onderdak hebben. Dat ze een uitkering krijgen. Dan is het, zeg maar, zijn ze in dezelfde situatie als andere woningzoekenden. En wij vinden dat mensen daar niet tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. Maar dat je moet kijken van wie heeft het meest dringende woningen nodig. Ja. En die moet het eerst aan de beurt komen. Juist, en niet zeggen van jij hebt deze status of jij komt daar vandaan. Okay. En dus moet jij een bepaalde voorrang hebben. Juist, dat is de achtergrond van wat wij zeggen. Dan gaan we naar FVD, Ruby Pichel. U zei net van eigenlijk is het te polariserend om voor of tegen deze stelling te zijn. Maar ik zou toch wel graag willen weten, als ik op FVD zou willen stemmen, wil de FVD meer vluchtelingen opvangen in Dordrecht of niet? Nou, ik hoorde net ook zeggen, er werd net verwezen naar een passage in de Bijbel en de barmhartige Samaritaan zijn. Wat je heel erg merkt in de maatschappij is dat we heel erg goed zijn in pleisters plakken. In plaats van de wond te helen. En op het moment dat we maar pleisters blijven plakken en dit soort dingen gaan doen, dan vraag ik me af of dat je dan daadwerkelijk de barmhartige Samaritaan bent of dat je het alleen maar erger aan het maken bent. Wat is de wond wat u betreft dan? Nou, zoals ik net al aangaf, is dat wereldleiders een beetje ruzie met elkaar zitten te maken en dat er oorlogen door ontstaan en dat daardoor een hele stroom van vluchtelingen op gang wordt. U bent een beginnende politica, u bent een onbeschreven blad, maar u komt er al aardig in. U heeft geen antwoord op de vraag. Nee. Nee, we hebben eigenlijk, ik weet nog steeds... Een betere vraag stellen. Nou ja, dat gaan we dan eens even doen, mevrouw. Ik zou zeggen, als u zegt van nou, we moeten de oplossing van buiten Dordrecht eigenlijk moeten we oplossen. Nou, dat ga je in Dordrecht in de gemeenteraad natuurlijk niet doen. Dus ik vraag aan u, wat gaat u, als u in de gemeenteraad zou komen namens de FVD, wat gaat u dan aan dit probleem doen? Die vluchtelingen die komen zich wel melden hoor, althans via het COA of op een andere manier komen ze uiteindelijk toch wel bij u. Ja, dat klopt. Nou ja, laten we gewoon inderdaad eens kijken.
De vraag is, waar gaan we ze plaatsen? Want We hebben eerder ook al gesproken over het woningtekort. Hè, de Dordtenaren, jeugd... Maar dan kunt u toch initiatief nemen en zeggen van... laten we daar en daar eens even gaan kijken of we ze daar kwijt kunnen. Zou je dat willen doen? Het lijkt me handig dat je je voorbereidt. Want we weten al dat er 7, 8 miljoen over de grens komen straks. Ja, dat klopt. En dat is dan nu mijn verantwoordelijkheid in Dordrecht om ze te gaan plaatsen, zegt u. Nou, samen met de collega's. Of niet natuurlijk. U kunt ook kleur bekennen en zeggen, wij van FVD willen dat niet. Dat is natuurlijk ook een goed recht. Nee, wij van FVD lossen graag dingen bij de kern op. Ja, dat klopt. Even dan, als we toch bij de FVD zijn. Landelijke kopstukken van onder andere GroenLinks en D66 hebben al aangegeven... niet in die gemeenteraden met FVD samenwerken of met PVV overigens. Mm-hmm. Hoe reageert u daarop? Zou u wel graag in een coalitie terecht willen komen met een van de partijen... die u hier vanavond hebt gezien? Ik sta zeker open om te kijken of we in een coalitie terecht kunnen komen met bepaalde partijen. En ik vind dat juist heel erg belangrijk om daarnaar te kijken. Als we op voorhand al bepaalde dingen gaan uitsluiten... dan vraag ik me af of dat daadwerkelijk meer gaat opleveren voor de Dordtenaren. Ja, is het dan een weggegooide stem? Stem op de FVD? Als u niet in een coalitie toch kan komen omdat niemand met u zou willen werken? Hebben we toch ook oppositie, of niet? Je hebt zeker oppositie. Ja. Dat zou voldoende zijn wat u betreft. Nou, daar zijn wel meer mogelijkheden, denk ik. Ja, ik wou nog even naar Harry van den Burgt van Jezus Leeft. Want we hebben het steeds gehad, een landelijke politiek van... als er ergens problemen zijn en dan gaan ze vluchtelingen stromen... vang ze dan vooral op in de regio. Maar nou is de regio inmiddels ook wel een brekkelijk begrip... want het schijnt dat heel Europa inmiddels de regio is voor Oekraïne. Hoe ziet u dat? Want ze komen dan toch deze kant uit. Ja, sowieso heeft Engeland bijvoorbeeld ook gezegd... van dat ze mensen willen opnemen, Duitsland ook. Maar ik wilde eigenlijk reageren op mijn hoek, meneer. Van de PvdA, geloof ik. Ja. Hij valt iedereen hier mooi aan. En hij ziet zelf geen probleem, wat ik heel verwonderenswaardig vind. Want wat doet hij toch, wat heeft hij de afgelopen tijd gedaan... aan die honderden daklozen in Dordrecht... waaronder ook gewoon minderjarigen, dus kinderen zijn. En dan durft hij gewoon te zeggen, ik zie geen probleem. Wat ik daar, dat ik heel verwonderenswaardig. PvdA, Wout. Dat heb ik absoluut niet gezegd. En wat we daaraan hebben gedaan als PvdA zijnde... daar heeft Inge Stevens onze nummer 4 op de lijst. Die heeft daar de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. En daar zijn inderdaad stappen in gemaakt. En dan moet ik ook onze... wethouder van een andere partij van het CDA, ik zie hem even niet zitten omdat daar donker is, moet ik ook gewoon een groot compliment geven, dat hij daar echt wel hard mee aan de slag is gegaan. En daar hebben we ontzettend veel respect voor, ook vanuit de PvdA naar Peter Heikoop toe. En dan gaan we, als hij de komende 4 jaar weer doorgaat, gaan we daar gewoon volop in steunen. Dus ik vind dat er daar wel degelijk veel aan gebeurt. Ja, compliment aan de CDA in ieder geval. Ja, dat mag ook wel eens. Laten we samenlijk allemaal eens een beetje barmhartig worden. Ja. Hoeveel opvangplekken zouden we kunnen creëren? Misschien zelfs wel de bevolking van Dordrecht oproepen of ze nog een kamertje over hebben. PvdA daarvoor? Ik noem maar een creatieve gedachte. Ja. Hoeveel mensen kunnen we opvangen uit de Oekraïne als het daar helemaal uit de klauwen loopt? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Hoeveel dat er nu zijn? Weet ik niet. Nee. Heb ik het antwoord niet op. Maar u was sowieso wel een beetje vaag, want ik zag in uw verkiezingsprogramma, u leest andere les nu, maar in uw verkiezingsprogramma staat, ik kan het helemaal citeren, bij opvang asielzoekers nemen we verantwoordelijkheid. Dat is de gehele tekst op dit punt. Ja. Ja, dan kan ik toch wel zeggen, voor een sociale partij is wel een beetje karig, toch? Ja, dat klopt. En gezien de actualiteit is het inderdaad wel iets wat we nog verder moeten uitwerken. Ja, maakt u dat dan nu eens concreet? Nou ja, er wordt mij concrete vraag gesteld, hoeveel gaan we er opvangen? Ja. Ik heb geen idee hoe groot die groep wordt die hier naartoe komt. Nee. Ik heb geen idee wat de overheid, het Rijk, aan ons gaat vragen. Ja. Ik weet het niet. Maar als je op de PvdA stemt, dan weet je in ieder geval zeker dat u het maximale eraan zult doen. Ja, zeker weten, ja. Ja. Ik denk dat we er op die manier met z'n allen in moeten gaan staan. Geldt voor de SP ook? Nou, laten we eens kijken naar alles wat er leeg staat in Dordrecht. Wat geschikt gemaakt kan worden om mensen in een op te vangen. Hè, van hotels tot kantoren, et cetera. En natuurlijk, als mensen in een kamer onder willen brengen, dat is ook prima. Maar daar zullen de grote aantallen niet vandaan komen. We moeten echt inzetten op nu inventariseren van wat er allemaal leeg staat, wat er allemaal mogelijk is, wat er snel aan noodwoningen gerealiseerd kan worden. Daar moeten we werk van maken. Maar vluchtelingen geen voorrang wat u betreft op Dordtenaren? We moeten ervoor zorgen dat iedereen hier goed onderdak kan krijgen. Ja, en daar horen vluchtelingen bij. Dat is geen antwoord op de vraag. Nou, bij voorrang, dat is een kwestie van verdeel en heers. En dat is wat er veel te veel gebeurt. Dat mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. En daar willen we een einde aan maken. We willen niet meer dat mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. Juist. Dank u wel. Dit was het einde van... we hebben nog... even kijken hoor. Ik hoor nog inderdaad... FVD wil ik nog graag alleen nog even slotwoorden horen, Ruby Pichel. Wat u betreft, voorrang voor statushouders, denk ik niet, hè?
Je vult hem zelf al in. Ja, nou ja, kunt u daar wat meer over vertellen? Wij vinden het ook heel erg belangrijk om te kijken naar andere locaties om vluchtelingen op te vangen. En ja, het wordt net al aangegeven, de regio, hè, dit is de regio. Ja, is dit de regio met de meeste plek? Ik denk dat er andere plekken zijn waar het veel vriendelijker is voor deze mensen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en een plek hebben. Die kant op. Tot slot, Jezus Leeft, wat u betreft, voorrang voor de asielzoekers voor een sociale woning, ja of nee? Nou, sowieso niet, want ik denk eigen volk toch ook eerst. Wat ik zeg, ook in de Dordtse bevolking, er wordt soms om gelachen hoor ik, maar het is gewoon verschrikkelijk dat we ook vluchtelingen hebben voor thuissituaties. Mm-hmm. En daar is gewoon jarenlang gewoon geen oplossing voor gevonden. Dat eerst oplossen, goed. Dus eerst onze eigen mensen huisvesten, ja. En dan kijken wat we aan anderen doen. Mag ik er nog één ding op zeggen? Nee, want we zijn door de tijd heen, het spijt me zeer. PvdA, Wouter van der Spoel, de SP, Ronald Portier en FVD, Ruby Pichel. En tot slot, Jezus Leeft, Henry van der Burg. Dank allen voor dit debat. En we gaan daar vast de komende tijd nog vanuit Dordrecht meer over horen. Tot zover Rijnmond Kiest vanuit Dordrecht. Dank aan alle lijsttrekkers die vanavond meegaan. Niet alleen deze vier natuurlijk. Dank ook aan het team wat het allemaal hier mogelijk heeft gemaakt. Dank, speciale dank aan Thijs Blom van RTV Dordrecht. Doe maar. Hartstikke fijn. En natuurlijk jij dank voor het kijken of voor het luisteren. Ik hoop dat je er een stuk wijzer van bent geworden. Ik in ieder geval wel. Wil je het debat nog eens terugkijken? Het zou natuurlijk kunnen dat je een stukje hebt gemist. Of denkt, wat zei die nou ook alweer? Rijnmond.nl/Rijnmond Kiest. Daar kan je het allemaal terugvinden. Of via RTV Dordrecht natuurlijk. Morgen stipt om 6:00. Dan melden we ons weer met een debat. En dat gaan we naar de laatste van de drie bargemeenten, namelijk Ridderkerk. Ik wens je nog een fijne avond. Tot morgen. Rijnmond Kiest.